Oké, we hebben hier een odontoglossum hybride, een flinke plant die dringend aan verpotten toe is. En Rudy gaat hem hier uit de pot schudden. En je gaat zien dat dat geen eenvoudige zaak is. Die zit goed vast met zijn wortels. Soms is het wel noodzakelijk van de pot stuk te maken om ze eruit te kunnen halen. De kwestie is van al het materiaal dat erin zit er te verwijderen, want dat is allemaal mogelijk overvol met zouten of met bacteriën en vuil. Dus we moeten er werk van maken van alle vuil en overschot te verwijderen. Ondertussen hebben we de plant eens even onder de kraan gehouden en alle vuil van tussen de wortels gespoten. En is Rudy aan het bekijken hoe hij deze plant best gaat verdelen. Want we hebben al bedacht dat we best hem in 3 stukken gaan doen. Er zijn enkele nieuwe worteltjes te zien aan die plant. En die nieuwe wortels is eigenlijk ook gelijk het signaal dat het tijd wordt dat die plant gaat verpotten. Want al die nieuwe scheuten gaan nieuwe wortels beginnen vormen. In principe zou ik zeggen, probeer die wortels te sparen, maar lig er niet van wakker als je die zenuw beschadigt. De oude wortels mogen trouwens ook serieus ingetrimd worden. En met enige kracht, want soms gaat het niet vanzelf. Bij sommige planten die echt al heel lang in de pot staan en die dikwijls wat te nat hebben gestaan, is het vanzelf dat ze uit elkaar vallen. Planten die nog in een relatief goede staat zijn, daar moet je echt wel eens een trek aan geven om die uit elkaar te trekken. Zoals je ziet, dat is het eerste stuk wat we wellicht op een stukje hout gaan zetten. En de andere kluit, daar is het overgrote deel dat we terug kunnen in 1 pot zetten. En daar gaan we nog een stuk opzij afhalen wat we in een mandje gaan zetten. Je ziet, dat kwam er al veel gemakkelijker af. We gaan nu eerst de worteltjes beginnen opkuisen. En vooral ook al de wat droge schutbladeren die aan die bulbe zitten, verwijderen. Want die schutbladeren zijn weer schuilplaatsen voor insecten en allerlei ongedierte. Dus het is een kwestie van die schutbladeren, die gedroogde schutbladeren, allemaal degelijk te verwijderen. Oké, we hebben hier dus dat stuk dat we op een stukje hout willen zetten. Daar zitten onderaan nog een ferme kluit wortels aan die eigenlijk geen dienst meer doen. En ook enkele bulben die het beste hebben gehad, die beginnen donker te verkleuren. Zelfs als je die knotswortelen vastpakt, dan voel je dat er onderin nog een helemaal wegverteerde oude bulb zit. Daar mag serieus de schaar in gezet worden. Dat mag van onderen helemaal worden weggeknipt. Als we gaan wegknippen, dan hebben we het even over ons materiaal. Er komen natuurlijk met verschillende planten mee in contact. Dus het is een zaak van een potje alcohol in de buurt te hebben en ons materiaal te ontsmetten in een alcohol. En dan overgaan tot het grotere knip- en snoeiwerk. De scheut is dus ingeknipt en je ziet in tussen de wortels zie je de wondes die gemaakt zijn met ter hoogte van de bodem van de gezonde bulbe. Dat is ook een risico dat daar ooit een smet op komt, een schimmel of bacteriën. Dus daarvoor pakken we een stukje houtskool en gaan we de wonden die we gemaakt hebben met dat houtskool invrijven. Dat ontsmet. Het is gelijk ook een beetje dat het interessant is van na het verpotten de plant niet direct water te geven en enkele dagen droog te houden, zodanig dat die wondes kunnen indrogen en dat er minder kans is op het vormen van schimmels of bacteriën ter hoogte van die wortels. Oké, het eerste stukje plant is voorbereid en dat gaan we op dit stukje acaciahout, hardhout, binden. Alle hout is er niet voor geschikt. Je neemt best een hardhout dat niet snel gaat verrotten, want anders zit je heel snel terug aan het werk. Dit kan voor jaren erop staan. We maken aan het ophanghoog een koordje vast. En we zetten op dat stukje hout aan een hoopje levende sphagnum. En we zorgen dat die in eerste instantie blijft staan. En we pakken dan onze plant en we kijken de gunstigste kant van de plant voor op het stuk hout te zetten. En dan gaan we ook op de wortelpartij langs de buitenkant van de plant een beetje mos aanbrengen.
Dat is opmerkelijk kleinere hoeveelheid die we erop zitten. En dan omwindelen we weer met dat koortje totdat die plant er helemaal stevig op zit. Het is niet eenvoudig. We hebben spijtig genoeg maar twee handen, maar het gebeurt meermaals dat we ermee beginnen en dat we tot de conclusie komen dat de plant plotseling eraf valt. En vooral dan als de wortels heel diep zijn teruggesneden, dan gebeurt het wel eens dat het problemen geeft om die plant vast te maken. Het is geen sinecure, het is een beetje een puzzel. Je moet met de koortjes ook tussen de bulben door. Maar op een zeker moment dan ziet hij er goed op. Hier hebben we dus het plantje helemaal opgebonden op het stukje hout. We hebben de wortels proberen te ontzien, maar het ziet er wel goed uit. Nu, wat rest ons, dat hadden we eigenlijk in de voorbereiding al een beetje kunnen doen, maar zulke planten pleeg ik te besproeien met wat alcohol tussen de bulben door, omdat daar de nodige insecten op kunnen zitten. Zeker als we verdacht hebben of dat er insecten op zouden zitten, dan mogen we dat niet nalaten van een beetje preventief te werk te gaan. Dus we hebben een pompje met wat alcohol in. En dat sproeit heel zachtjes tussen die planten. Die alcohol kan geen kwaad voor de planten, daar hoef je niet schrik van voor te hebben. En op die manier smoor je de problemen in de kiem en zijn de insectjes die erop zouden zitten eventueel dood. Dan de afsluiter van heel het verhaal is, we moeten later weten over wat dat we het hebben. Dus we hebben een labeltje voorbereid en dan gaat die niet verloren als we de plant in de rekken hangen in de verzameling. Dus dit is plantje 1 van onze herpotten van die Odontoglossum hybride. En de volgende voorbeelden volgen. Voorbeeld nummer 2, een korfje waar we een deelstukje in gaan ophangen. En voor een korfje, wat gebruiken wij daarvoor? Een metalen stukje kippengaas, wordt dan van nogal stevige makelij. Ik prefereer groene draad, wij hebben hier galvaniseerde metaaldraad, maakt eigenlijk weinig uit. En hoe gaan we te werk? We leggen die op de rand van een stevige ondergrond en we plooien daar de vier hoeken al om te starten. Als die een eerste knik hebben gehad, dan gaan die verder in de hand gemakkelijk kunnen geplooid worden. Oké. En de vierde hoek. Perfect. Dan hebben we een mandje om mee te starten. Het vervolg is een ondergrond die een beetje het materiaal gaat bijhouden. Als ondergrond gebruiken we een kokosmandje zoals die in hanging baskets worden gebruikt. Daar recupereren we een lap kokos uit en daarmee vullen we als het ware de onderkant van dat mandje op. Soms gebruik ik vezels van gesnoeide planten hier in de plantentuin, van palmen en dergelijke. Die laten ook goed door en toch zijn die dicht genoeg om een basis van grondmengsel in vast te houden. Het vervolg is een hoeveelheid oppotmengsel daarin aan te brengen. Oké, we hebben dus ons potmengsel dat we ook gaan gebruiken in die hangmand. Een potmengsel dat bestaat uit grove schors, houtskool, een handvol fijn geknipte sphagnum en een heel klein beetje bims, dat zijn lavakorrels. Daar steken we een beetje mee in de mand en dan steken we centraal de plant die we zo willen in de groei krijgen. Die
zit een beetje met zijn wortels tussen het mengsel en rondom rond wordt dat nog een beetje aangevuld. En tenslotte wordt ook de draad langs de buitenkanten wat meer dichtgenepen. We hebben dus de plant in het mandje gezet. Nu, afhankelijk van hoeveel wortels we er hebben afgeknipt, staat die vaster of losser in die plant. En dan pakken we een stukje draad, zo'n stukje ijzerdraad. Die steken we door de plant door tot aan de achterkant. Daar trekken we die erdoor. En dan kunnen we die zijkanten naar binnen opspannen, als het ware. Zodanig dat die plant echt geklemd zit tussen de twee stukjes draad. Zo hangt die in dat mandje, klaar om te groeien. Eén ding mogen we niet vergeten voor de goede orde. Hoe heet dat ding? Een naamplaatje gaan we zeker ook aanbrengen, zodanig dat die ten allen tijde herkenbaar blijft. Zo, die is klaar om opgehangen te worden en die kan groeien en bloeien en die zien we pas binnen enkele jaren terug voor nieuw oppotmengsel in dat mandje. Het laatste, het grootste stuk van de plant dat we gingen verpotten komt nu aan de beurt. Dat gaan we dus werkelijk verpotten, gaan we wel degelijk in een pot zetten. We hebben de wortels al helemaal opgekuist en we hebben de plant voorbereid al ondertussen. In, onderaan in het mandje leggen we een beetje tissue, een beetje papier en enkele handenvol lava om goede drainage onderaan in de pot te krijgen. Die tissue houdt het uitspoelen van materiaal tegen en de lava maakt dat je niet een te grote ophoping van water krijgt. Dus met dat als basis doen we er ook een handjevol van ons potmengsel in. Dat is een starter. En dan zetten we onze plant die we willen opplanten centraal erin. En dan kunnen we langs de zijkanten in de pot aanvullen. En goed aandrukken het materiaal dat we erin brengen. Zodanig dat, net zoals bij dat mandje daarnet, de plant goed vast komt te staan en niet gaat staan dansen in zijn pot, want ook dat weer gaat de groei belemmeren. De nieuwe worteltjes die gevormd worden, moeten rustig zich kunnen vormen en vestigen. En door dat bewegen van die plant gaan die worteltjes constant gekwetst worden en constant, zeg maar, tegengehouden worden van zich vast te zitten op het materiaal, op de rand of aan de pot enzovoort. En als afsluiter, als de plant helemaal goed vast staat, niet vergeten het labeltje met de naam, zodanig dat we later niet moeten twijfelen over welke plant dat we hier praten. En op die manier is onze grote odontoglossum hybride opgesplitst in drie stukken. Eén in pot, één in hangmand en één op het blokje. Misschien nog een randopmerking met de planten die ophangen op blokjes en in mandjes. In een pot blijven ze langer nat, dus als je gewoon zijn van een bepaalde gietbeurt te hebben in je collectie, dan zullen de planten die opgehangen worden op mandjes altijd meer water moeten hebben. Als je hier in de kast kijkt, zien we er heel wat in pot staan, maar op de achterwand ging er hangen er heel wat in mandjes en in korfjes. Die hebben dagelijks een nevel nodig, terwijl die in potten maar twee keer in de week.